Deze nieuwsuitzending, die is voor het slapen gaan. En dan mag je kiezen wanneer je wil gaan slapen. Een middagdutje is ook heel verstandig. De meeste auto-ongelukken die gebeuren rondom 3 uur 's middags. Look it up op internet /statistics.com of .email. Maar dat moet je maar even uitzoeken. Ga die statistieken maar bekijken. 3 uur 's middags, uitstekende tijd om even een tukje te gaan doen. En dan luister je maar naar mijn stem. Van mij ga je slapen tot 7 uur 's avonds. Als je maar wakker wordt voordat de supermarkt dicht gaat. Wat maakt jou wat uit? Heb je een uitkering? Ik vind het best. Heb je geen uitkering en stom werk? Ik vind het best. Heb je geen uitkering en werk? Nou, wat leuke collega's. Nou, ik vind het best. Een van mijn beste vrienden. Die is spastisch. En hij heeft zo'n vriend en die heeft ook iets. Maar aan hem zie ik niks. Maar die schijnt ook wat te hebben. Dat is een of andere lichamelijke afwijking. En ik maakte een hele vrolijke opmerking. En die twee die keken me aan. En die zeiden van ja, dit is aan dovemans oren gericht. Want ik heb nog nooit een dag van mijn leven gewerkt. Jongens. Wat maakt mij dat nou uit? Deze uitzending gaat over vrouwen. Het is echt heel bijzonder. Het fenomeen, hè? En ik wil dat als eerste, ik heb even een tijdje terug op Facebook heb ik wat kritische, niet zelf een uitzending gemaakt, maar gerefereerd aan een linkje, geshared heet dat dan. Nou, en Lieneke van der Hoeven van der Grijp, en die ken ik al een tijdje via internet. En die luistert naar mijn uitzendingen en wat ik zeker weet is dat ze die uitzendingen die ik doe samen met Jurk Gliesman uit België. Dat waardeert ze heel erg. En ik zat in die linkjes die ik doorgedingest had. Dat was met men going their own way. En zij is een beetje pinnig. Van ja, Perry. Het is wel zo. En ze was al, ik weet niet hoe lang ik ben een man. Ja. En zij heeft waardering voor haar ouders. Zij is christen. Die houdt zich aan de wetten van Mozes en de rest. Dus Lieneke van der Hoeven van der Grijpen. Ja, dit gaat niet over jou, mijn lieve schat. Als je nu naar me luistert. Helemaal niet. Het gaat mij om die andere bitches. Het is erg moeilijk om een vrouw iets te leren. Vrouwen iets te leren. Laat ik beginnen bij het begin. In het begin van de 19e eeuw heeft Arthur Schopenhauer, dat was een Duitse schrijver, dat was een jongen met poen. Die hoefde van zijn hele leven, hij had het bedrijf van zijn vader kunnen uitwerken tot een wereldimperium, maar meneer gaf er de voorkeur aan om te cashen. Ze hebben de hele toko verkocht toen zijn vader dood was. En de helft kreeg zijn moeder en de andere helft kreeg Arthur Schopenhauer. En Arthur Schopenhauer dacht, mooi zo. En die ging alleen maar schrijven. Dat kon hij toch heel erg goed. Hij had op zijn 23e heeft hij dat werk geschreven, De Wereld als Wil en Voorstelling. Ja. Doe het er maar na. Griekse frasen erin. Spaans, heeft hij ook dingen uit het Spaans heeft hij erbij gesleurd. Latijn natuurlijk. En Duits. En Engels ook hoor.
Was een taalwonder kind. Was een polyglot. En hij heeft een essay geschreven en het heet Over vrouwen. En dat is in een bundel opgenomen. Die kan je hier in Nederland kopen. En dat heeft als titel Er is geen vrouw die deugt. Begin 19e eeuw. Halleluja, prijs de Heer. En wat is er veranderd sindsdien? Want Otto Schopenhauer heeft op latere leeftijd, hij wilde van zichzelf een buste laten maken, want dat was populair. Je had toen nog geen fotografie. Je kon dan wel iemand vragen van, zou je mijn hoofd willen kleien? Dus dan kwam er een vrouw bij hem langs en die zei, ik kom wel even kleien. Nou, toen heeft Schopenhauer in een of andere brief opgeschreven van, nou, ja, ik heb dan gezegd, er is geen vrouw die deugt, maar die vrouw die mijn buste kwam maken, die deugde wel. En zo is het ook. Er is een enkele vrouw deugd. Zoals Lieneke van der Hoeven van der Grijp. Ja, ik ken haar niet persoonlijk. Ik weet ook niet alles. En misschien dat wel iemand zagrijnig is over haar, maar dat weet ik dan niet. Maar qua uiterlijkheid, hoe zij naar mij en Jurk doet over internet, denk ik, baby. Dat is netjes taalgebruik. En voor de rest, hoe zit het dan met vrouwen? Ja, vrouwen hebben de hele tijd hulp nodig. Jezus, man. De btw gaat verhoogd worden naar 21,1%, want er moet meer geld naar de vrouwenstudies en dat vrouwen ook zelf dingen mogen doen. Ja, dat bedoel ik. De hele tijd moet de poen naar vrouwen. Dus ik heb afgelopen vrijdag had ik mijn dochter uitgenodigd om wat te gaan eten. Ik zie de kind bijna nooit. Dan zitten we daar en dan heeft ze er weer over een of andere klacht. Ik zeg, ga je alweer naar de dokter? Ja, zei ze, want ik denk, misschien heb ik wel dit of dat. En dat kind is 18. Jezus, man. Ik zei dan tegen mijn dochter, van ja, de laatste keer dat ik naar de dokter ben gegaan, en dat is toch inmiddels 6 jaar geleden. Nee, zes jaar geleden, ja, ben ik voor het laatst naar de dokter geweest. En dat was voor jou. Want jij was toen op een dermate manier aanwezig dat ik dacht, dat kind is depressief. Dus ik naar de dokter toe. Maar volgens mij is mijn kind depressief. Ja, maar wat voor bewijzen heb je dan? En vroeg die dokter. Hè? Ik zei, nou, ik zal even voorlezen. Ik had het netjes voorbereid. Ik zei, nou, ik heb dit gezien, ik heb dat gezien, ik heb zus gezien. Nou, dat bleek dus zo te zijn. Hè? Mijn dochter was depressief. En daarvoor was ik voor de laatste keer bij de dokter. Maar voor de rest er helemaal niet. Nee, maar mijn kind, mijn dochter, ja, dat is een vrouw. En die moet de hele tijd geholpen worden. Wat heeft ze nou weer? Het grootst verzwegen geheim, hè, is dat de gezondheidszorg 80% of zo van de kosten, dat is voor vrouwen. CQ, vrouwen die hun kind meesleuren naar het allopathische ziekenhuis. Want dan krijgen die vrouwen aandacht, hè? Ja, dokter, volgens mij gaat het met mijn kind niet goed. En wat vindt u ervan? Hoppatee, daar gaat de taxiteller. Dat doe je toch niet? Ah, vrouwen wel. Je moet de hele tijd geholpen worden. De hele tijd poen erbij. En het kost klauwen mijn geld, man. En niet alle vrouwen. Ik ken vrouwen die zijn hartstikke tof. En die kunnen koken, die kunnen afwassen, die kunnen whisky drinken. Die kunnen heel gezellig zijn. Maar zijn ze dat allemaal? Nee, helemaal niet. Ben jij hem af?
De meeste vrouwen zijn zeurneus en ze hebben nog steeds niet gedaan wat in het essay van Arthur Schopenhauer, wat heet Over vrouwen, letterlijk uit het Duits vertaald, dus is über vrouwen, ja, ik denk het wel, ja. Op zijn Nederlands Over vrouwen. Daarin staat een hele scherpe kritiek. Van meisje, meisje, waar is je pennetje, pennetje en je papiertje, papiertje? Wil je een beetje schrijfje, schrijfje? Voor je andere vriendinnetje, vriendinnetje? Nee, helemaal niet. Nee, wij zijn liever onderdrukt en dat wij geen toegang kregen tot schrijven, want dan kunnen we altijd zeggen dat was vanwege onze onderdrukking en nu willen we geld. Hoe vaak ik dat al niet gehoord heb. Hey, waar zijn jullie mee bezig, dames? Ja? Jullie moeten de godganse tijd geholpen worden. Ik weet het. Je gaat mij geen rat voor ogen draaien. Hoe vaak ik wel niet een contact heb gehad met een vrouw die tegen mij zei: je, dit en dit is kapot, kan je even langskomen? En dan moet je vragen, wat is er dan precies kapot? In 9 van de 10 gevallen moet je eerst langskomen om te kijken wat er nou precies kapot is. En dan moet je een assessment doen, een vaststelling. En dan zeg je tegen zo'n vrouw, oké, ik kan het repareren, maar dan heb ik nodig A, B, C, D, E en dat ligt thuis. En er zijn er nog heel veel vrouwen die daar teleurgesteld over zijn. Ik dacht dat je het vanavond zou repareren en nu ben ik teleurgesteld. Ja, koop je eigen fucking boormachine, jongen. Kijk maar om je heen. Je hebt vrouwen en die zorgen goed voor hun man. Die zorgen goed voor het huis. Die doen precies waar ze goed in zijn. En dat is niet alleen pannenkoeken bakken. Nee, dat is ook de allesreiniger bijvullen. En ervoor zorgen dat er voldoende schone was is. Dat iedereen weer een nieuw t-shirt heeft. En lalalala. Dat kunnen vrouwen prima. Ik kan het ook. Het verschil tussen mij en een vrouw is. Ik kan afwassen. Ik kan de was doen. Ik kan de ramen lappen. Ik kan stofzuigen. Hè? En ik weet hoe de FFT werkt. De Fast Fourier Transformation. Ik weet het niet uit mijn hoofd, maar ik weet wel hoe die werkt. Dus geef mij 10 minuten op internet. En ik schrijf hem voor je uit. Ja, maar dat wij vrouwen geen Fast Fourier Transformation kennen, dat komt vanwege de onderdrukking. Nee, homo. Pak nu je iPad en typ maar in. Fast Fourier. En Fourier is Frans, hè? Fast is Engels. Fourier is Frans. Dus Fourier op zijn Nederlands. En dan Transformation. Op zijn Nederlands vertaald is dat snelle Fourier-transformatie. It's a trick. Heel mooi. Het is prachtige wiskunde. Heb ik daar hulp bij nodig gehad? Nee, helemaal niet. Ik heb het onthouden toen het mij 1 keer verteld werd. Ik denk, oh, zit dat zo? Nee, maar dat is interessant. De wet van L'Hôpital, die ken ik ook. Wat is het verschil tussen arsenicum en goud? Dat weet ik ook. Het is allebei giftig. En dat weet ik ook. En vrouwen niet. Die kennen dat soort dingen helemaal niet. En vrouwen moeten dat accepteren. Dat ze geholpen moeten worden.
En dat zal altijd zo blijven. Daar zie ik helemaal geen verandering in. Want vrouwen communiceren niet. Vrouwen schrijven niet een boek. Ja, dat geoude hoer van zo'n Indo-meisje, een Indisch. Indisch moet je zeggen. Ze was een halfbloed. Ze heette Dinges Bloem of zo. Marion Bloem heet ze. Marion Bloem, die had 3000 credits, euro's, whatever. En die dacht van, kom, ik ga de trein pakken of een vliegtuig en ik ga op reis. En dan heeft ze in iedere stad heeft ze een andere man zijn penis in haar vagina laten stoppen en daar een roman over geschreven. Er is geen vrouw die deugt. En wanneer gaat een vrouw nou een boek schrijven waarin zij vertelt van dochters van mij een gezin runnen, een huishouding draaiend houden, dat doe je volgens de volgende 7 of 5 principes. En dan die principes uitwerken. Dus als je 7 principes hebt, dan is het 7e principe heeft 3 onderdelen. Of 5 onderdelen. Dus heb je 5 keer 7 is 35 onderdelen van het voeren. Dat is vuren, het aansturen van een huishouding. Dat doen jullie helemaal niet. Ga mij niet vertellen dat het anders is, want waar is dat boek dan? Dat is helemaal niet te koop. Je hebt het hoofdwerk van vrouwen is le of la, dat weet ik even niet. Ik denk le. Le condition humaine. De menselijke toestand. Dat is waarschijnlijk het beste boek wat vrouwen ooit geschreven hebben. 1 boek. Nee, halleluja, prijs de Heer. Jullie vrouwen kunnen echt zeggen, ja Piri, wij weten dat wel hoor, want wij vrouwen weten alles van nature namelijk. En Arthur Schopenhauer heeft gezegd dat wij geen boeken schrijven. Nou, dat hebben we inderdaad nooit gewild. En wij leven erop los, want alles moet zijn zoals wij vinden dat het moet zijn en niet te ingewikkeld. Oh mijn Christus. Ja, maar ik ben zelfstandig. Nee, man. Je bent helemaal niet zelfstandig. Jij als vrouw, jij woont ofwel met een man die voor de poen zorgt en de klusjes doet in huis, alles in de gaten houdt. Het kan zijn dat jij een goede vrouw bent met een of andere lullo getrouwd. Die, ja, laat me zitten. Dat kan ook. Maar je bent een vrouw, getrouwd met een man. En ja, die man die zorgt voor jou. Zoals ik gezorgd heb voor de moeder van mijn kind. Zij was afhankelijk van mij. Zij geloofde er geen s'nachts van. Hè? Ik ben helemaal niet afhankelijk van Perry. Nee hoor, want ik ben zelfstandig. Ja. Doordat ze die scheidingen er doorheen duwde. En toen ontdekte ze voor het eerst in haar leven dat een vuilnisbakzak, ja, die moet je wel in de container doen. Want dat deed mijn vrouwtje niet. Nee, want zo zijn die vrouwtjes. Die komen thuis en die zien dat de vuilnisbak is schoon en de lege flessen zijn weg. En dan denken ze, oh, nou, maar dit is wel mooi. Oh, maar er ligt een vaathoek op het vorst van huis en het kan niet. Nee, dat moet... Ik ken jullie bitches, jongen. Zitten die erge vrouwen. Ik ken jullie. Schande over jullie, jongen. En schande over ons mannen dat we jullie niet voor de bek hebben geslagen. Zodat je met een zonnebril naar je werk moet. Naar je zogenaamd belangrijke werk. Maar vrouwen werken helemaal niet. Ga er weg.
Ja, dan ben ik daar om 9:15. En dat is heel gezellig, want dan gaan we eerst koffie drinken. En dan nou moeten we allemaal naar het kantoortje toe. Maar dan kan je ook naar elkaar toe lopen, want je moet een formuliertje hebben. En dan maak je even een gesprekje. En dan bla 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 bla. Oh, is het alweer 11:00? Nou, dan gaan we koffie drinken. Gaat iedereen mee? Er is er echt geen één die deugt. Behalve dan, het is een onwaarheid, maar behalve dan Lieneke en die paar anderen die ik ken. De rest van de vrouwen heeft geen enkel idee hoe afhankelijk ze zijn. Jo, maar ik heb een uitkering. Ja, homo, dan ben je afhankelijk. Doen is zo stom. De moeder van mijn kind, die heeft een baan bij CITO, het Centraal Instituut voor de Toetsontwikkeling. Als je aan haar vraagt hoeveel 3 × 4 / 2 is, komt ze dan niet uit, hoor. Als ze werkt wel bij het Centraal Instituut voor de Toetsontwikkeling, met een vaste baan. Ziektekostenverzekering, pensioen, haar kostje is gekocht. Zij is onafhankelijk, vindt ze. Nee, zij is afhankelijk van het feit dat wij nog geloven in een CITO-toets. Dat moeten we helemaal niet doen. Nee, alleen mijn vrouwen kennen. Ik wil er niet meer mee omgaan. Als een vrouw ook maar op één manier begint te zeiken, dan denk ik, klaar met jou. Het is natuurlijk ook zo dat mensen die een laag IQ hebben, of een laag EQ, en dat is het probleem bij vrouwen, ze hebben een laag EQ. Dus je kan ze wel trainen in IQ of zo. Kunnen ze er goed in zijn ook. Maar het EQ bij vrouwen is verschrikkelijk laag. Vrouwen kunnen ook niet samenwerken. Is je dat opgevallen? Er moet minimaal 1 haan bij. Om die bitches in bedwang te houden. Ja, maar ik kreeg geld. Ja, ha. Je krijgt wel geld, maar je bent afhankelijk. Is er ooit een vrouwelijk bedrijf geweest wat zich gespecialiseerd heeft in rioolreiniging? Nee, natuurlijk niet. Ja, maar rioolreiniging is niet echt nodig, want het is, gaat allemaal automatisch. Ja, homo. Kut homo bedoel ik dan, hè? Nee, dat gaat niet automatisch, mijn lieve kind. Dat is echt heel ingewikkeld. Het is een Arnhem bijvoorbeeld. Iedereen zit hier in het toilet te schijten. En dan wasmachines draaien. En douchen. En kortom, allemaal vervuild water met stront, pis. Stukjes bloemkool. Zeg het maar. En dat wordt allemaal afgevoerd richting Driel. Yep. En dat hebben vrouwen aangelegd en vrouwen ontworpen? Nee, ik dacht het niet. En had je hier in Arnhem geen riool? Ja, wat hebben die vrouwen hier dan te zoeken? Hey, vrouwen mogen ze nog een keer op hun kop gaan krabben. En mannen ook natuurlijk. Waarom zou je het accepteren? Dat een vrouw zo is. Dat is een niet deugende vrouw. Ja, loopt eromheen. Je kan gedag zeggen en hallo. En voor de rest wegwijzen. Vrouwen schrijven niet. Punt. Noem mij een belangrijk boek van een vrouw behalve Le Condition Humaine van Hannah Arendt. De vrouw van Martin Heidegger.
Een Joodse vrouw, by the way. En ik mag aannemen dat Martin Heidegger haar werk heeft tegengelezen. Van commentaar heeft voorzien. Haar geholpen heeft om er een mooi boek van te maken. Kindje, kindje, ga doen wat Arthur Schopenhauer verzocht heeft. Dus ofwel als vrouw doe je een nutteloos werk. Ik ken een vrouw en die werkt voor de politie. Ha, 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 ha. En er was de laatst was er een opstootje. Is haar team zich daarmee gaan bemoeien. En toen heeft ze een klap voor haar hoofd gekregen. Of een stompen ook nog. Is tegen onderuit gegaan. Toen kreeg ze schadevergoeding. Jezus, mijn Christus. Zo'n poppetje. Nee, daar had ik moeten staan. Ja? Zij had zo'n vechtpak aan. Zij had een wapen. Dus nu even ik, hè. Ik sta daar. Nou, doe ik alvast geen bril. Ik neem contactlenzen. Op kosten van de zaak, natuurlijk. Contactlenzen in. Ik heb een Wolter P22 bij me. En een stelletje homo's die lopen te eikelen op de Korenmarkt of zo. Ja, nou, man. Als je echt lullig doet, is schiet je voor je kloot. Ik ben in functie, jij doet eikelig. En, geef mij een honkbalknuppel, vind ik ook goed. Of een looie pijp. Ha. Denk jij dat je een politieagent kan slaan? Ja, niet als die Perry Winkel heet natuurlijk. Ik kan je onderuit, jongen. Het allerbeste wat je kan gaan doen is mij aanvallen. Heb ik ook een leuke vrijdagavond. Nee, zij gaat tegen de keien aan. Dan had ze halve hersenschudding, weet ik van wat. En kreeg ze €350 schadevergoeding. Nee, natuurlijk niet. Een boete betalen. Vrouwen moeten van de werkplaats af. Echt het eerste wat ze moeten doen. Gewoon stoppen met werken. Alsjeblieft. Ik heb in de software ontdekt dat... Het zijn vooral vrouwen die de meeste bugs ontdekken. Dus vergissingen in het ontwerp of de uitwerking of whatever. Ja, die doen de meest stomme dingen. In die zin zijn ze handig, hè, voor een programmeur zoals ik. Want die mannen... Dan kwam ik op bezoek bij een klant en... ging ik even een rondje maken langs iedere medewerker. En dan kwam best een jongen. En die zei, ja, dat gaat wel goed. Ik zei, oké, maar wat moet je zoal wekelijks rapporteren? Nou, zei hij, ik moet dit rapporteren. Ik zei, dat zit helemaal niet in het systeem. Jawel, zei hij. Kijk, dat doe ik als volgt. En dan ging hij heel handig. Hoppa, hoppa. Data to text, tab delimited... Knallen in Excel, pivoten, klaar, ready. Ik zei, wauw. Ik wist niet dat dat met het systeem kon. En die jongen zal lachen. Ja, zei hij, daar hoef je niks aan te doen hoor. Kost mij 10 minuten, 20 minuten per week. Dus, ja, dat is niet mijn grootste probleem. Ik zou het wel fijn vinden als. En dan pak je iets aan wat praktisch is. Maar vrouwen... En de moeder van mijn kind, die wilde graag meubeltjes op gaan knappen. Dat zag ze helemaal zitten. Nou, ik zei, is best. Ja, maar dan wil ik op cursus. Nou, dat kostte €700 of zo. Nou, dat is goed. Had ik heel veel geld. Ik betaal die €700 wel. Ja, en toen moest haar opknapobject, dat moest naar Westervoort of zo. Ja, dat kon mevrouw niet, hè?
Ja, hoe krijg ik dat dan in Westervoort? Dus ik een collega bellen van, ja, heb toch een auto? En ja, als je dan even langskomt, dan moet een bankje daar naartoe. Dus ik die collega geregeld, de bankje daar naartoe. Nou, zij lekker oude bankje opknappen. En toen zei ze, ja, ik vind het toch leuker om sommige dingen thuis te doen. Toen moest dat bankje terug naar ons huis, waar ik had inmiddels een kind. En zij was aan het meubeltjes opknappen. Dus zij lekker een meubeltje opknappen thuis. Ja, toen kwam er iets en dat was zo ingewikkeld. Dan moesten we weer terug naar Westervoort met het bankje. Dus ik weer die collega gebeld en zei, nou, het bankje moet weer terug. Jezus, man. Oh, 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 oh. Het is echt belangrijk dat jullie vrouwen tot een inzicht komen. Je mag natuurlijk van alles vragen aan een man. Van, kan je helpen met dit? Kan je helpen met dat? Ja. En wat ga jij ervoor terug doen? Een fameus antwoord van een vrouw was aan mij, toen ik het over die kwestie had, dat ze zei van, ja, kijk, als je dat voor mij doet, dan krijg ik daar een gelukkig gevoel van. En dat geeft jou positieve energie. Dat jij weet dat ik gelukkig ben, want jij hebt wat voor mij gedaan. Nee, natuurlijk niet. Rot weg. Als je een man wil zijn, even nog maar best hoor, dat je een ander voor je aan het werk zet. Want dat doen mannen ook. Maar mannen geven daar een vergoeding voor. En dan niet een kopje thee. Omdat je toch zelf thee wilde. Nou, dan maak ik, dan doe ik een liter heet water in een heel groot zakje. Nou, dat kost mij wel 30 cent hoor. Ja, dan heb je voor 30 cent een man 4 uur laten werken. Ben je helemaal gek geworden in je e-hol? Ik wil niet zeuren of zo. Ik wil de ernst van de situatie benadrukken. Ja, maar kijk, ik als vrouw, ik schakel allemaal mannetjes in mijn naaste omgeving in. Maar mijn basisinkomen komt van de overheid. Nou, als we jou vermoorden, ja, gewoon omleggen. Mag jij kiezen hoe? Wil je CO2 vergiftigd worden of CO? Dat kan ook, koolmonoxide. Maar CO2-vergiftiging kan ook prima. Lekker tot rust komen. En wij voeren je lichaam wel af. Dit was satirisch bedoeld. Maar het is toch fucking de hoogste tijd. Wat denken jullie kuthomo's wel niet? In het begin van de 19e eeuw heb je Arthur Schopenhauer die zo doeng, 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 doeng aan de noodklok luidt. En jullie dat ignoreren. Hoe noemen we dat nou op zijn Nederlands? Ik luister veel te veel naar Engels. Minachten. Wat denken jullie wel niet? Ja, maar kijk, het is als volgt. Want jij bent christen, Perry. En jij bent dus niet een Maria-vereerder, maar wij wel. Want Maria was de moeder van God. En die is de allerbelangrijkste. Het zijn issues, dames. Jullie luiheid is onbeschrijfelijk. Jullie slordigheid is onbeschrijfelijk. Dan heb je van die vrouwen en die lossen dat op met smetvrees. Maar dat is het hem ook niet helemaal, hè? Jullie dienen niet. Dat is het punt. Er is een spel ontwikkeld. En dat kon je alleen maar winnen als persoon, als enkeling. Als je in de groep zat der samenwerkers.
De mate waarin je samenwerkte verhoogde jouw kans om te winnen. Terwijl je in je eentje wint. Maar dan moet je wel samenwerken. Nou, dat spel hebben ze laten spelen door een aantal vrouwen. En de helft van de vrouwen die kreeg een kalktablet. Alleen maar kalk. Daar krijg je niks van. Ja, kalk, dat kan je niet opnemen. Dat komt er aan de onderkant weer uit. Gewoon kalk. Kalk, kalk. Het kan ook homeopathisch gebruikt worden, by the way. Maar het heeft niet of nauwelijks effect. Dat maak je mij niet wijs. En de andere helft kreeg precies dezelfde tablet. Maar daar zat testosteron in. Het mannelijk geslachtshormoon. Nou, al die vrouwtjes die kregen allemaal een pil. Niemand wist of die kalkslak slikte, denk ik. Of dat daar testosteron in zat. Dat wist helemaal niemand. Waarschijnlijk wisten ze niet eens van het feit dat de helft van de mensen testosteron kreeg. Dat was allemaal geheim gehouden. En de mensen die het experiment afnamen, die wisten ook niets welke proefpersoon testosteron in de mik had of niet. Helemaal niet. Dat was dubbelblind, heet dat. Die wist helemaal niks. Nou, toen kwam de uitslag. Wat denk je? Nou, de vrouwen met testosteron waren degene die wonnen. Dus geef een vrouw testosteron. Dan gaat ze meer samenwerken. En daar zitten de winnaars, conform dat spel. Dan, hè? Dat is van aangedoond. Nou, aan samenwerken hoef je niet in een communistische maatschappij. Dat hoeft helemaal niet. Iedereen tegen iedereen. Vechten voor je laatste belastingcent. Want de overheid die staat vast met regels en je kan je aanspreken op de wet van de huppeltje-pup-behouding. En ja, die vrouwen zijn helemaal gecoverd. En die doen er vrolijk aan mee. Ze lachen zichzelf kapot. En vrouwen snappen niet dat ze meewerken aan de teloorgang. Op deze manier. En zo dadelijk wordt het hun afgerekend, hoor. En al die mannen die vergeten zijn om een vrouw te slaan, ja, die zijn ook de lul. Zouden die bitch eerder moeten dumpen. En dat geldt niet voor alle vrouwen natuurlijk, maar wel voor het merendeel. Die deugen voor geen meter. Zo'n buurvrouw hierboven, en die was heel verontwaardigd, die is gescheiden van de vader van haar kinderen. En het breekpunt was dat zij wilde een nieuwe keuken. Dat was natuurlijk nergens voor nodig. Maar zij was toe aan een mooie verandering. Dus dan moest die man van haar die keuken er helemaal uithalen. En vriendjes bellen, want hoe ga je al die rotzooi afvoeren? Dat moet naar de gemeente stortplaats toe. Dan moet je een busje regelen en al die rotzooi eruit, man. Dan moet je met het wijfje mee naar de bouwmarkt en dan mag ze een nieuwe keuken uitzoeken. Ja, die wordt afgeleverd en die moet je waterpas zetten. Dat is een gedoe, jongen. Toen was die keuken was klaar en die man die roept haar erbij en zegt van, nou, kom je even kijken, de keuken is klaar. En zij komt in de keuken. En dat was helemaal schoongemaakt, hè? Alles was schoon. Dat had die man ook gedaan, hè? Die keuken was schoon. Op zijn Duits betekent dat mooi. Schön, hè? In het Limburgs is dat ook, hè? Oh, wie schön ons Limburg is, hè? Die hele keuken was schön, hè? En zij komt die keuken in.
Oh, zei ze. Nou, dan ga ik nu koekjes bakken. Die trut had moeten zeggen tegen die kerel: ik ben trots op je. Wat wil je eten vanavond? Als die man had gezegd van, nou, ik hoef geen eten. Ik wil sucuk. Ik wil Franse kaas. Ik wil zwaar bier. En een aantal augurken en wat uitjes en wat stukjes kaas. Alsjeblieft. Want Formule 1 races begint over 3 kwartier. Iets terugdoen voor een man, daar heeft een vrouw moeite mee. Want een vrouw denkt, ja, je moet die mannen aan het werk zetten. Net als met een hond. En dan gooi je een stok weg. En dan gaat die hond gaat die stok zoeken. En dan breng je die stok terug. En dan gooi je weer die stok weg. En dan is die hond blij mee. Nee, homo. Hoe kom je erbij? Jullie mishandelen, mannen. Zonder meer. Met jullie gezeur. En je eigen wijzigheid. Jullie zijn verschrikkelijk. En niet Lieneke van der Hoeven van der Grijp en nog wat meer vrouwen die ik ken. Maar zoveel zijn het er niet. Maar voor de rest deugen jullie voor geen meter. En dat al bewezen, ja, 200 jaar. En als je de Bijbel erbij pakt, dan is het nog wel wat langer. Jullie deugen voor geen meter. Jullie volgen niet. En jullie zijn het slachtoffer van de communisten. En dat vinden jullie nog leuk ook. Oh, godverdamme. Kijk, dat je stupide bent. Dat je minder breinvermogen hebt, minder EQ-vermogen. Dat is allemaal best. Maar gedraag je. Alsjeblieft. Wat gij niet wil dat u geschiet, doe dat ook een ander niet. Of moet ik Frans gaan spreken? En wat zou jij ervan vinden dat jij met je feministische lesbische vriendin, jij gaat die hele keuken verbouwen? Ja? En die vriendin van jou, die lesbo, die zit een beetje te wachten tot het klaar is. En als het klaar is, dan gaat die lesbo vriendin van jou gelijk koekjes bakken. Terwijl jij helemaal geen koekjes lust. Denk jij dat jij blij bent met je lesbo vriendin? Nee, ik vraag het maar gewoon. En niet eens op zijn Spaans. Hou een beetje rekening met een ander. Kut homo. Ja, het moet toch een keer gezegd worden. Dat is precies wat er fout gaat. Ik kan er verder niks aan doen. Ik heb die van mij... Ja, ze was geen partij voor mij. Ik map haar zo tegen de grond aan. Ik doe mijn bril af. En ik weet precies... Denk je dat ik verlies van haar in een gevecht? Nee, natuurlijk niet. En daarom vecht ik niet met vrouwen. Want ik map ze zo tegen de grond aan. In de Koran staat ook, of in de Hadith of zo. Maar ja, als je dan je vrouw gaat slaan, dan mocht die stok, die moet wel een beetje breed zijn. Want anders krijg je bloed. Ja, weet ik van wat. Jullie hebben een groot probleem. En dan kan je tegen inbrengen van ja, die mannen zijn allemaal zo dom. Nee. 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 Nee, meisje, meisje. De eerste beste gemiddelde man is slimmer dan jij. En in het EQ vooral. Mijn dochter heeft een... Nou, mijn dochter zit op allebei wel aardig. Maar ze heeft een vriend gedumpt waarvan ik dacht van dat meisje, meisje, dat had je niet moeten doen. Je hebt het niet gezien wat voor goud je in handen had. Ja.
Ja, mijn dochter die gaat voor een eigen inkomen en die gaat werken in de bejaardenzorg of zo. Dat is ook leuk. En dan geen kinderen. Nou, dat vinden de communisten geweldig. De communisten die zijn in wat was het, in China. Als je als vrouw een vrucht in je buik had en dat was je tweede vrucht, dan ging je verplicht naar de abortuskliniek. Verplicht. Ja. Tweede? Oké, weg ermee. De communisten houden niet van kinderen. En die vrouwen doen er lekker aan mee. Ik ben baas in eigen buik en ik laat mensen vermoorden in mijn buik. En dat is legaal. Ja. Ik hoop dat hier jonge vrouwen naar luisteren. Je goed beseft wat voor een babyfabriek je bent. En een babyfabriek is beter dan een chloorfabriek. Een chloorfabriek, dat levert wel geld op. Veel meer dan een baby. Maar chloor, wat heb je aan chloor? Neem maar een chloorfabriek. Maar jij als vrouw bent een babyfabriek. En het runnen van de huishouding, kindje, kindje. Jouw mannetje, mannetje, die gaat voor, die moet 8 uur, nee, die moet 9 uur per dag aanwezig zijn op het werk. Dus 8 uur om te werken en 1 uur pauze. Verdeeld over 1/2 uur voor de lunch en 1 kwartier voor de koffiepauze en 1 kwartier voor de theepauze. En dan moet ik nog 1,5 uur heen rijden, 1,5 uur terugrijden. Dus dat is 3 uur plus 9 uur is volgens mij 12 uur per dag. 5 dagen in de week. En jij met je huishouding? Dat is 3 uur per dag. Als je dat een beetje inricht. En dan ga je overleggen met je man. Piet, ik zou graag dit of dat willen. En kan dat? Ja. En dan moet je Piet even laten nadenken. En dan zegt hij, meisje, meisje, ik weet wel wat. De moeder van mijn kind, die deed de was. Dat was voor haar een ersatzbevriedigung. Een vervangende bevrediging. Dat vond ze heerlijk, de was te doen. Om al die stukjes textiel eruit te pakken uit de wasmand en dan te gaan sorteren. Daar was ze heel lang mee bezig. En ik stelde voor aan haar, van zullen we meerdere wasmanden maken? Want mijn kleding is een spijkerbroek, is een sweater, is een t-shirt, is een onderbroek en een stelletje sokken. Nou, dat mag allemaal bij elkaar. Het is allemaal donker van kleur. What do I care? Het is gewoon 1 wasmand voor alle was die zonder meer in de wasmachine mag. En de fijne was, zei het dan, van die mooie dingetjes van zijde en whatever. En die babykleertjes, en dan maken we daar aparte mandjes voor. Dus als jij gaat wassen, dan kan je gelijk die zware mand met de handdoeken, de theedoeken, whatever, en de spijkerbroek van Perry en maakt niet uit wat, hoppakee, de wasmachine in. Dan doe je het deurtje dicht, een laadje open, van de zeep erin. En dan kies je het programma en dan druk je op start. Dan ben je zo klaar. Met het merendeel. En de rest, ja, dat moet je maar uitzoeken. Rood bij rood, groen bij groen. Wat doe ik? Ik draag geen groen, ik draag geen rood. En die onderbroeken en sokken, ja, kom op man. Niet te heet wassen. That's it. Nee, maar ze wilde geen verschillende wasmanden. Nee, natuurlijk niet. Dan kan ze uren bezig zijn om al die vieze textiel te gaan sorteren. Dan zijn we lekker lang bezig met de was. Ja, man. Ja, moet ik het boek dan schrijven?
Moet ik het boek gaan schrijven hoe vrouwen een huishouding moeten voeren? Is dat de bedoeling? Is dat het antwoord? Dat we posthuum tegen Arthur Schopenhauer zeggen... Ja, kijk, vrouwtjes die deugen niet alleen, maar ze kunnen ook niet verzinnen. Ze hebben geen idee, ze kunnen dat niet verwoorden. En die willen gewoon lekker druk zijn. Jezus. Ja, het is erg hoor. Het is behoorlijk ernstig. Geen geintje. En dat al 200 jaar opgeschreven. En dan als je archeologisch gaat nadenken, denk je van ja, dit was al veel langer aan de hand. We hebben ook het boek Hosea. Ja? Van die profeet die met opzet getrouwd was met een prostituee. Met een hoer. Hey, vrouwen kunnen zich nog 3 keer op de kop gaan krabben. Dat gaat nog wel eventjes duren. Als het in 200 jaar niet gelukt is om door een vrouw te laten opschrijven hoe je een huishouding moet voeren, dan hebben wij een ernstig probleem. Wij mannen dan, hè? Mijn dochter zei ook laatst tegen mij, ik ben geen huisvrouw. Ja, waar ben je dan? Een zelfstandige? En waar komen die kinderen dan vandaan? Als mijn dochter het al vertikt... Waar moeten dan die kinderen vandaan komen? Ja, maar Piggy, de wereld is beter af zonder nieuwe mensen. Oké, dan kom ik morgen naar jou toe. Met een kanister benzine. Net als in Pablo, Emilio, Escobar, Gaviria. Dan maak ik je af. Ik brand je helemaal weg, man. Jij bent tegen mensen, ik ben tegen jou. Afgesproken? Ja? Want ik ben een mens namelijk. En als jij oorlog gaat voeren tegen de mensheid, dan heb ik oorlog met jou. En ik wil graag als martelaar deze wereld uitgaan, want dan laat ik een indruk achter. Je moet me vooral uitdagen, klootzak. Wie denk je dat ik aan mijn kant heb? Joris de Piemeloris... Ik wil niet venijnig overkomen. Maar laatste waarschuwing. Aan jullie vrouwen. En je gaat... Ik heb bijna gevloekt. Je gaat je eigen boek schrijven over hoe je een huishouding moet voeren. En dan gaan jullie een concilie overhouden. Ja? Jullie komen bij elkaar met jullie aantekeningen. Van ik deed het altijd zo. En de ander zegt, ja, maar ik deed het juist zo. En maak daar een kanon van. Ik zat ook laatst op het terras met een vrouw en ze, ik weet niet hoe haar voor... Yvonne. Laten we haar Yvonne noemen, maar dat weet ik niet zeker. En ik zat daar lekker op het terras met jenever te drinken en ik had geen wiet bij me, maar dat maakt ook niet uit. En ik liet mij ontvallen dat het krijgen van, of het hebben of het houden... Hè? Het verantwoordelijk zijn voor een kind. Dus je bent plotseling verantwoordelijk voor een nieuw mens. Ik zei, dat is zo leuk. En zij werd bijna boos. Ja, dat kan je nou wel zeggen, maar dat geldt niet voor iedereen. En dan denk ik, what the fuck? What the fuck? Ik had een baan van... 50 uur in de week. Dat ik bezig was om geld binnen te krijgen. De moeder van mijn kind deed geen fuck.
Die deed de was. En daar was ze 8 uur per week mee bezig. Met mijmeren. 3 keer in de week maakten ze avondeten. Waarvan toch echt 1 keer per week oorlogsvoedsel. Dat betekent pasta met broccoli en een scheut olijfolie. Ja, dankjewel, prijs de Heer. En de rest deed ik. En iedereen is een grote fan van haar, want ze neukt zo'n beetje met de helft van Arnhem heeft ze gehad. Ja, dat is een vrouw die is op zoek naar haar seksualiteit. Mooi zo. Dan wil ik... Ik had haar pooier moeten zijn. Peter Bosman, daar heeft ze over op de rug gelegen met de knieën uit elkaar. Van Peter Bosman krijg ik toch echt nog 5000 euro. Zo. Ik ga nog iets meer kijken naar Pablo Emilio Escobar Gaviria. En ik ga bij hem op bezoek. En ik stel hem voor, we verkopen jouw 2 ballen aan een Chinees voor 5000 euro. Of jij geeft mij 5000 euro. Hm? En ik overgiet hem met diesel. Zodat hij langzaam brandt. Jullie vrouwen zijn zo immoreel. Niet te geloven. Ik vraag me af hoe dit te repareren is. Zonder jullie te gaan slaan. Want dat kunnen we ook nog doen. En jullie onder de blauwe plekken over straat. Zodat je vrijwillig... Je wil gewoon een burka aan. Want anders ziet iedereen jouw blauwe plekken. Het is de... The long way home. Dat is de weg van het inzicht. Dat je accepteert dat jij een karma hebt. Hindoestaans begrip. Jij hebt een lichaam. En dat lichaam, dat bepaalt jouw mogelijkheden. En jouw lichaam, mijn beste vrouw, dat wordt iedere 28 dagen ongesteld. En tussendoor hebben we de hemelse ervaring van de ijsprong. En dan gaan jullie in korte rokjes over straat lopen. Ja, waar ben je mee bezig? Als ik een vrouw was geweest, als ik een vrouw van een lichaam had gehad, wist ik precies wanneer ik ongesteld zou worden. Dat is voor mij geen raadsel. Had ik ook gezien van, hé, deze keer pas na 29 dagen. Hoe komt dat? Ik ben te laat ongesteld. Of soms na 27 dagen. Hoe komt dat? En als je op die 28 dagen zit, denk je van, wauw, gaat wel cool. En je ijsprong zit naar, ik weet het even niet uit mijn hoofd, maar. Je zit in die golfbeweging. Dat is een hele hormoon. Maar daar hou je toch fucking rekening mee? Wat is dat voor een homo-gedrag? Je weet het toch? Nee, Perry, dat van ongesteldheid, dat is me ooit verteld door mijn oma. Maar voor de rest hou ik me daar niet mee bezig. En denk, oh, ik ben ongesteld. Oh, nou alweer. Jezus. Ik weet niet hoe het te repareren is, mijn lieve dames. Voordat jullie gaan rekening houden. Ik denk de zweep eroverheen. Ik sluit af met een... Of het waar gebeurd is, dat weten we niet. Maar wat waar is, is dat het opgeschreven is. En het gaat over Sun Tzu. S-U-N. Simon Utrecht Nico. Sun
Het Chinees is het, hè? Tsu. T. Zacharias. Theodor Zacharias. Utrecht. Tsu. Zun Tsu. Dit is een verhaal en het komt van de Jezuïeten. Dus buckle up. De Jezuïeten zijn ongelooflijk humoristisch. Nou, er was een Chinese keizer en die had last van een buurman. En die buurman zou nare dingen gaan doen. Dat is een andere heerser en dat zou oorlog worden. En die Chinese keizer die vreesde voor zijn imperium. En toen kwam Sun Tzu. En die zei, ik kan jou wel helpen. Maak mij het hoofd van je leger. En ik zal ervoor zorgen dat we winnen. Dat was een beetje een twijfel. En toen zei die keizer tegen Sun Tzu van, oké, doe maar. Mooi zo, zei hij. Als eerste wil ik een leger van jouw concubines. Jouw harem. Al die vrouwen van jouw harem. 20. Zo. Ja, die 20 vrouwen, die moesten dan komen. En die vrouwen dachten, oh wat leuk, we gaan leuke dingen doen. Oh wat leuk, oh ja, nee, daar houden vrouwen van, hè, leuke dingen doen. Oh, we gaan leuke dingen doen. Nou, en Sun Tzu die zei, het is heel makkelijk wat we vandaag gaan doen. Als ik 1 keer op de trom sla, dan draaien jullie allemaal naar links. Als ik 2 keer op de trom sla, dan draaien jullie allemaal naar rechts. En als ik 3 keer op de trom sla, dan draaien jullie achterstevoren. That's it. Het is echt heel makkelijk. Boom, naar links. Boom, boom, naar rechts. Boom, 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 achterstevoren. That's it. Dan heb ik 3 signalen nodig en ik kan jullie alles laten doen wat ik wil. En toen gingen die 2 vrouwen, en dat waren dan dat bleken later de lievelingsvrouwen te zijn, die Chinese keizer, het liefste, lekker communistisch, maar dat was pre-communistisch hoor. Maar die 2, die gingen lachen en die zeiden, wat is dit voor idioterie? En die deden half mee. Die deden net alsof ze gek waren. Dan hoorden ze 3 keer slaan. En ze oké, dus 2 keer. Ja, kortom, het ging helemaal fout. En grinniken, jongen, en lachen. En toen zei Sun Tzu, oké. Ik ga het nog een keer herhalen. Dus 1 keer slaan, is naar links draaien. 2 keer slaan, is naar rechts draaien. 3 keer slaan, is achterstevoren gaan slaan. En weer die vrouwen, die 2 hoofdvrouwen die het meeste seks hadden met de Chinese keizer. Gelach, jongen. Die denken, ja, maar dit is leuke dingen doen, hè? Oké, zo. De oefening is klaar. En die zei tegen zijn wachten, zijn soldaten, van die vrouw en die vrouw, kop eraf. En die Chinese keizer die hoort ervan dat zijn 2 favoriete concubines, dat hij daar niet meer mee kon wipperen, want het hoofd was eraf. Het hoofd was gescheiden van de romp. En die werd boos op Sun Tzu. En die zei, wat heb je nou geflikt? Ik wil jou niet meer. Oké, zei Sun Tzu, als je er zo over denkt, nou, adieu paraplu. Ik was het hoofd van jouw leger, zei je toch? Dus ik heb geen wet overtreden. Zij waren insubordinaat. Hè? Zij gehoorzaamden niet aan de geboden van de generaal. Dan ben je dood. Dan was je al dood. Wat heb ik aan zo'n strijder? Helemaal niks, toch? Je paraplu, zei Sun Tzu. Toen begon de vijand, die begon in te vallen. en die Chinese keizer, die pakte zijn iPhone en via WhatsApp. Natuurlijk, hè? Want in die tijd in China hadden ze al lang WhatsApp. Nee, een grapje natuurlijk. Hè? En die pakt zijn WhatsApp en die zegt, zou u willen terugkomen? Nou, dan kwam Sun Tzu kwam terug en het is allemaal goed afgelopen. Maar die 2 vrouwen waren dood. Natuurlijk. Wat is dat nou?
En moet dat dan zo? Ja, misschien wel. Dat we al die kuthomo's afslachten. Ja. Nou, volgens de Jezuïeten is dat een mogelijkheid. Ik zou zeggen van niet hoor. Ik heb mijn vrouw ook nooit geslagen. Dat had ik wel kunnen doen. Echt wel. Maar ik ben geen partij voor haar. Want ik mep er tegen de grond aan. Ik breek de kaak. Er gebeurt van alles, man. En dan wordt mijn dochter wat wakker. En die komt boven in de pyjama met de knuffel. En die zegt, papa, wat is hier aan de hand? Ja, hoe moet ik dat uitleggen aan mijn kind? Nee, dus dat kan niet. Maar het denken over geweld, over de strakheid van het bestaan, om die vrouwen een beetje angst aan te jagen, van je gaat je nu gedragen of je kop gaat eraf. En dan niet één keer, niet twee keer, nee, niet zelfs, niet straks, nee, hooit er nog, verdomme. Hey, dank jullie wel voor het luisteren. En op zijn hamburgers, dat is zo'n gewoonte van mij. Omdat Hamburg, dat is gebombardeerd, is gevuurbombardeerd. Net als Dresden of Dresden. En niemand weet van Hamburg. Hamburg was een protestantse stad. Die hadden in de gaten dat de paus met zijn Maria-verering, dat helemaal niet leuk is. Dat het giftig is. En die mensen die wisten hoe giftig de paus was, die zijn gevuurbombardeerd. En bejaarden zijn blijven steken in het smeltende asfalt. Dat mogen wij niet vergeten. En daarom sag ich, und darum sag ich, aus Hamburgs. Tschüss. En dag lieverds.